Mooi plekje. Eens kijken of ik hier een visstekje kan vinden. Lijkt me wel wat. Het is wel aan het lopen naar het water. En af en toe zie je door de bomen het bos niet meer. Over de rust heb ik hier in elk geval niets te klagen. Eindelijk water in zicht. Nou, het is geen verkeerd plekje hoor, om het eens te proberen. Nou, dat was geen slecht idee om hier te gaan vissen. Kijk maar naar de volgende plaatjes. Drills kan ik helaas niet laten zien. Want de stek is wel erg herkenbaar vanuit een bepaalde hoek. Yesterday was a bit slow with one double. But last night everything went well. 4 fish, all doubles. They're beautifully shaped here. Nice colors. Scales are looking fine. Mouths are okay. I don't know how much it weighs, but now I see it again, it can't be more than maybe 16 or 17 pounds. But it's good looking. I got to put it back now. Vannacht een paar kleintjes gevangen. En vanochtend om 9:30 komt deze vis. Een mooie schubkarper van ruim 29 pond. Net geen 30. Zo te voelen heeft hij nog wat kuit bij zich. Hij komt trouwens uit een hele mooie stek, Peter. Ik zal je een keer vertellen waar het is. Voorlopig houden we het nog maar even geheim. En deze vis ga ik terugzetten. Geweldig. Gaat ie. En waar loopt? Het is tweede Pinksterdag, 19 mei. Ik ga een dagje boot vissen met Fred Boender. Daar komt hij al. Nou, met deze combinatie moet het wel gaan lukken. Hé Fred, lekker weer om te gaan vissen. Ja, had je geen beter idee? Het is fantastisch. Nou ja, misschien knapt het nog wel op. Hè? Kom op, we gaan vissen. Misschien knapt het nog wel op. Precies, lekker weer. Overal werkelijk potentiële stekken. Schitterende rietkragen, mooie inhammen, paaltjes, mosseltjes. Echt een paradijsje. Zal ik even helpen scheppen? Ja, is goed. Gaat werken jongen, op jouw dag. Ja. Dat is de eerste was. Nou, laten we maar eens even zien dan. Mooie vis, Fred. Ja. Wat denk je dat hij weegt? Nou, pondje of 13. Pondje of 13. Wat is het, een rijje? Hou eens ietsje omhoog, kunnen we goed zien. Nou, gaat hij weer. Nou Fred, of ik moet me sterk vergissen of je staat nummer 2 te drillen. Zo, alsjeblieft. Zo,
soort visvisie. Zeg Fred, dat bootvissen, dat is wel iets voor evenwichtskunstenaars, ja, vind ik hoor. Ja, dat is... We zitten hier wel knap te improviseren. Deze vis is 3 keer om de boot heen gezwommen volgens mij. Maar hij mag er zijn. Ja, leuk. Het is een mooi visje. Hij gaat terug. Oh. Doe het voorzichtig. Ik ga naar links nu. Oké. Ik probeer in de boot te blijven. De eerste bootvis, Bas. Ja. Ik beweeg even pauzeren. Ik beweeg me nog steeds als een dronken vent op die boot. Ja. Ik begin er langzaam aan te wennen. Ja, mooie. Een bootvisje, wat zal die zijn? Rondje of 14, denk ik. Leuke. 15 misschien. Ik ga hem terugzetten. Ja, is goed. Zwaar werk, jongen, dit. Dat heb je perfect verzorgd. Ziet er goed uit. Heerlijk weer. Oké. Daar is over nagedacht, Frit. Die bevestiging van die optronics. Dat ziet er slim uit. En wat is dat? Loodjes in plaats van swingers. Ook daar is over nagedacht. Ja, ik heb dat voor mijn optonics gemaakt. Dat je dan het, niet het gepiep elke keer hebt als je boot heen en weer gaat. Oh, is het daarom? Ja, dat is handig. Ja, dat is een mooi stekkie. Dat is echt voor het eerst dat ik op het IJsselmeer vis. Nou, dat was geen slecht idee, Fred, om een stukje te gaan verkassen. Nee. Pak meteen een leuke vis. Zou die wegen? Nou, een pondje of 14, denk ik. Ja? 15 pond. Mooie vis, hoor. Dag. Ja. Nummer? 3. Ja, ik geloof het wel. Ja. Ja, dat is een mooie, Bas. Ja, ze worden langzaam zwaarder, Fred. Ja. Nou, dit is nummer 5, hè? Ja. 3, dit is mijn tweede. Dit is een hele bijzondere dag aan het worden. Het loopt lekker zo. Het wordt nog eens wat, dat bootvissen, ja, met ons. Ja, ik de rest van het jaar maar op jou steken, ja, zitten. Oké. Okay. Gaat ie. Hé, hey, proficiat, hè? Dankjewel. Ja, hoor. Okay. Nou, met enige regelmaat weten we toch nog een... mooi visje te vangen. Ja, ik mag wel spreken van een behoorlijke regelmaat. Nummer 3. Dik 18 pond. Ja. Puntgave vis. Mooi, Bas. Ik zei het er al, zo langzaam zwaarder werd. Ja. Hij zit onder de paaiuitslag. Het is een rommer. Zit je nou weer te drillen? Erg bescheiden ben je niet, hè, Boender? Hou hem weg voor die takken. Ik heb niet zo gauw.
Ja, daar is er weinig zin in. Daar heb je nog geen zin in. That's it. Ja, zo'n 20 denk ik. Ja? Nou, we zullen het zo zien. Het moment der waarheid, Fred. Vertel het. Wat weegt die? Bijna 11 kilo. 22 pond? Ja. Hij ziet er wel heel vrij uit. Ja, dat is een mooie vis, Fred. Ja. 22 pond. Oh. Ja. Zet hem terug. Goed, het is inmiddels 3:15. Ja. We schroeien een beetje weg, maar af en toe komt het windje toch ook weer door en dat zijn vaak de momenten voor de aanbeten. Dat is nummer 4. Pas die even erin? Gelijke tred, hè? Ja. We hebben er allebei 4 nu. We zullen hem zo even wegen. Mooie weer, hè Bas? Ja, ik geloof het. Prima dat bootvissen. Ik had het nooit eerder gedaan, maar het is leuk. Heeft het nog meer voordelen? Nou, ik ben blij dat je het leuk vindt, Bas. Het was natuurlijk ook een beetje een gok voor mij. Want... ja, we zijn voor de eerste keer samen aan het vissen en ja, dat is natuurlijk altijd maar afwachten als je dan vangt. Ja, we zitten op een stek en ja, het loopt gewoon prima. Wat ik ook vaak doe, dat is, ja, je bent toch heel mobiel met een bootje. Dus dat je 2 of 3 voerstekken opbouwt en dat je dan zeg maar de voerstekken afgaat. En als ik dan 2-3 uur geen aanbeet heb gehad, dat je dan naar een volgende stek gaat die of net eventjes wat dieper of wat ondieper ligt. En dat kan dan vaak... ineens wel succesvol zijn. Ja, ja. Maar dat is vandaag niet nodig, Bas. Het gaat prima hier. We gaan gewoon lekker door hier. Ja, okay. Succes verder. Je blijft maar bezig jij, hè, met drillen. Ja. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Dat drillen uit zo'n boot, dat is toch wel spectaculair. Ik kan niet anders zeggen, dat bevalt mij prima. Daar kwam die vandaan. Tussen de obstakels vandaan. En nu zit hij hier, aan de andere kant van de boot. Dat is een spiegeltje. Is het een spiegel, Fred? Ja. Leuk. Ja, spiegel. Nou, hij zit met die rek van jou weer in de onderlip, Bas. Goed systeem, hè? Ja, dat is fantastisch. Een leuke spiegel, Fred. Als ik me niet vergis, is dit nummer 9 vandaag al, hè? Ja, nummer 9. Je hebt er al 5. Ja. Ik heb er 4. Gaat echt de goede kant op. Wow. Ik wou graag in de boot blijven zitten als je het goed vindt. Ja. Fred die haalt net de verklaring boven waarom we hier zo lekker zitten te vangen. Kijk, dit gebeurt er hier onder water. Een stuk hout en wat zit erop? Deze vrienden. Mijn grote vrienden. Driehoeksmosseltjes. Nou, zet het dus ook hout ook maar terug. Ja, is moet jij hem op je stek hebben? Nee, laat maar. Ik vang genoeg zo. Oké. Wat denk je, Fred? Wordt het nog wat?
Ik denk het wel. Maar... Jij verwacht nog wel een paar aanbeurten. Ja, ik verwacht nog wel iets. Een beetje wind moet er nog komen. Ja, dat is jammer dat de wind weer gevallen is. We hebben altijd lekker zitten vangen. Nu is het ineens erg warm. En de wind is weg. Dat is natuurlijk nooit erg goed. Nou, eventjes geduld hebben, denk ik. Rustig op het water. En... Welke wordt het? Links, rechts of in het midden? Ik verwacht die rechter van jou. Onder die paal. Oh, die rechter van mij? Ja. Dat is deze? Ja. Nou, ik zal hem extra in de gaten houden. We wilden net gaan verkassen, maar... Kijk eens. Zo, hoppata. Scopex, jongens. Wat we weer hebben. Ja. Zal hem even blijven zitten hier? Ja, nog maar eventjes, ja. Ik vrees dat ik toch zo... Zo brutaal ben geweest om er nog één te vangen. Dat komt eruit bij Jan de Bas. Mais, ja. Spektakelijk. En Scopex. Zo. Nou, deze lieve schat die mag ook weer terug. Nou, we zijn al bij 5. Het loopt lekker gelijk. Ja, het gaat prima. Oké. Ze mogen komen.